We gaan nu over naar Jeruzalem in de Koran. Allah zegt in de Koran: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. We hebben u het boek neergezonden, alles verklarend als leidend, barmhartigheid en blije tijding voor hen die zich onderwerpen. Dus Allah zegt dat deze boek alles uitlegt. En als Allah zegt dat deze boek alles verklaart, dus het moet ook verklaren wat er vandaag aan de hand gebeurt op de wereld. En het begint allemaal bij Ibrahim alayhisalam, vrede zij met hem. Ibrahim woonde in Babylon, dat is in Irak, en Allah vraagt hem hijra te doen naar Jeruzalem. Hij vraagt om naar Jeruzalem te gaan. En zijn nakomelingen leefden daar ook. En Banu Israël, de kinderen van Israël, leefden in het heilige land. Totdat Yusuf, vrede zij met hem, kwam. En we kennen het verhaal allemaal. Hij wordt uit het put gehaald en meegenomen naar wat we vandaag Egypte noemen en verkocht als een slaaf. Daarna wordt hij minister van Banu Israël, minister daar. En de Joden, Banu Israël, ze komen ook naar Egypte. En Banu Israël, de Joden worden in Misser gevangen genomen. En daarna stuurde Allah Musa alayhi salam en hij bevrijdde ze en ze staken de Rode Zee over. En daarna komen ze in de woestijn, waarbij Musa, vrede zij met hem, voor 40 dagen naar de berg gaat. En krijgt de Torah van Allah. Daarna zegt Musa tegen zijn volk: Ya qawm idkhulu al-ard al-muqaddasa allati kataba Allahu lakum. Wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. O mijn volk, laten we gaan en vechten en controle krijgen over het heilige land dat Allah aan jullie gegeven had. De Koran zegt dat Allah het heilige land aan de Joden, maar Israël, gegeven had. Allah gaf het land niet zomaar. Hij gaf het met voorwaardes. En wat waren die voorwaardes? Allah zegt: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. En we hebben in de psalmen geschreven dat het land, het heilige land, geërfd wordt door mijn rechtgeleide slaven. Dus je moet geloven in de religie van Ibrahim, dus islam, en je moet rechtvaardig zijn. Dat zijn de twee voorwaardes. Nou, wanneer Musa hun bevel gaf om te vechten, dus Musa had ze net bevrijd en ze zeiden: kom, we gaan vechten voor het heilige land. En zij zeiden: nee, we gaan niet vechten. Ga jij en jouw heer maar vechten. Dus Allah had ze toen verbannen en ze mochten voor 40 jaar het heilige land niet binnen. Na 40 jaar mochten ze naar binnen. En Dawood alayhisalam stichtte de eerste moslimstaat. En daarna kwam zijn zoon Suleiman en wordt opvolger en hij bouwde de moskee. Dat tijd was de gouden eeuw voor de Joden. Zij heersten over de hele wereld. De Banu Israël heerst over de hele wereld en dat is de gouden eeuw. Allah zegt in de Koran: وَقَدَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعَلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا. We hebben in de Torah geschreven dat Banu Israël twee keer façade zal doen in het heilige land. Twee keer onheil zal stichten. Nou, de eerste keer waren de Joden voor 100 jaar verbannen toen ze onheil stichten. Allah stuurde een leger uit Babylon die de ster, de maan en de zon aanbaden. En deze leger vernietigde Israël in de moskee. En ze namen de Joden als slaven naar Babylon. En Allah had de Joden verbannen omdat ze hun boeken gingen veranderen. Dus de eerste keer dat ze façade stichtten was dat ze hun boeken gingen veranderen. En ze waren voor 100 jaar verbannen en waren in Babylon. En terwijl ze in Babylon in Irak waren, stuurde Allah een hele belangrijke communicatie. Dat het geschiedenis, politiek en economie verklaart. Allah stuurde een profeet Isaia. Sommigen zeggen ook wel Daniel. Alayhi salam, vrede zij met hem. En hij zei tegen de Joden in Irak dat Al-Masih zal komen en wanneer hij komt, hij zal over de wereld heersen vanuit de troon van Dawood alayhi salam. Met een heerschappij dat voor eeuwig zal zijn. Dus deze profeet zei tegen de Joden: binnenkort komt Al-Masih en wanneer hij komt, jullie moeten hem volgen en hij zal over de hele wereld heersen. Maar toen Allah de Masih, Isa, Jezus, vrede zij met hem, zond, geloofden sommigen hem en de meesten geloofden hem niet. En Allah had hun getest en ze hadden gefaald. En ze zeiden dat hij een harami was, na'udhu billah, dat hij een bastaard was. Dus ze wilden Jezus doodmaken door hem te kruisigen. Want wie gekruisigd wordt, is vervloekt door God, zeiden ze. Dus ze wilden bewijzen dat hij niet de Messias is. Dat hij niet de Messiah is. En dus ze begonnen de profeten van Allah te vervolgen.
En Allah zegt, ze hebben hem niet gekruisigd, noch gedood. En ze zeiden dat we Jezus gekruisigd hadden. En Allah zegt, wama qataluhu wama salabuhu. Ze hebben hem niet gedood, noch gekruisigd. Dus de eerste keer dat ze façaad zichten, was door de Torah te veranderen. En Allah had ze verbannen voor 100 jaar. En zij waren in Babylon en daarna liet hij ze terugkomen. En toen deed ze weer façaad door de profeten van Allah te doden of te vervolgen. En toen strafte Allah hun weer en verbande hun weer. En deze keer liet hij de deur voor hen open. En Allah zegt, hij zegt, Asa rabbukum ay yarhamukum. Wa in uttum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Allah zegt dat het nog steeds mogelijk is om vergeven te worden. Door Mohammed vrede zij met hem te volgen. Maar wanneer je terugkeert om façade te doen, dan zal ik terugkeren met mijn bestraffing. De eerste en de tweede keer was het een leger waarmee ze gestraft werden. En de derde keer zal het ook een leger zijn. De eerste keer waren ze verbannen als een geheel. En de tweede keer waren ze niet als een geheel, maar in stukken verdeeld. Allah zegt, wa qata'na hum fil ardi umama. We verdeelden hen in groepen over de aarde. Verder zegt Allah, wa harramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Allah spreekt over een stad, over Jeruzalem, en hij had die stad vernietigd en de mensen van die stad verbannen. En ze mochten niet terugkeren naar die stad. Zoals ik al bij de stukje van Ya'juj en Ma'juj zei. En Allah zegt, totdat, hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Totdat Ya'juj en Ma'juj vrijgelaten zijn. En wanneer ze vrijgelaten zijn, zullen ze verspreiden in elke richting. Zoals ik al zei, als je in elke richting gaat, dan neem je controle over land, lucht, de zee. Dus nu is Banu Israël teruggegaan. En Ya'juj en Ma'juj zijn ook vrijgelaten. Ze zijn nu bezig met een façaad. En Allah zal binnenkort ook de bestraffing op hen afsturen. Nou, we gaan over naar een hele belangrijke hadith. Een hele belangrijke overlevering. De christen Tamim ad-Dari, die moslim was geworden, was op een schip met 30 man. 30 moslims. En ze werden door de golven op een eiland gegooid. Ze ontmoetten daar een hele behaarde man. Zo behaard dat ze niet wisten welke kant de voorkant was en welke de achterkant. Ze zeiden, wee jou, wat ben jij? Hij zei, ik ben Al-Jassasa. Ze zeiden, wat is Al-Jassasa? Nou, hij gaf daar geen antwoord op. Allah zegt in de Koran, wala tajassasu, bespioneer elkaar niet. Die behaarde man zei, o mensen, ga naar deze man in de klooster. Want hij is heel gretig om over jullie te weten. En Tamim zei, toen hij de naam van die persoon noemde, werden we bang. We dachten dat het misschien de duivel zou zijn. Nou, toen de moslims dus in de klooster aankwamen, zagen ze een jonge man. Hij was sterk gebouwd. Hij had gekruld haar. Zijn handen waren vastgebonden achter zijn nek. En zijn voeten waren ook vastgebonden met ijzeren kettingen. En hij stelde ze een paar vragen. En daarna zei hij dat hij Dajjal was. Dus de Dajjal was er toen al. Nou, wat de rare is, dat ze niks zeiden over zijn oog. Terwijl de profeet vrede zij met hem heeft gezegd, hij is blind aan zijn rechteroog. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat Dajjal op een ezel met grote oren zal reizen. Even snel als de wolken. Nou, het vliegtuig zou die ezel kunnen zijn. En er zijn groep mensen die alles letterlijk nemen. Groep moslims die alles letterlijk nemen. En alles letterlijk interpreteren. En we zijn van mening dat het symbolisch is. En dus laat deze mensen wachten op een ezel met grote oren die even snel de wolken zal reizen. Nou, waarom heet hij Al-Masih ad-Dajjal? Hij heet Al-Masih ad-Dajjal omdat hij de echte Dajjal, Al-Masih ad-Dajjal omdat hij de echte Messias moet naspelen. En zoals Isaiah had gezegd, de Messias zou vanuit Jeruzalem, vanuit Israël, heersen over de wereld. Dus Dajjal moet ook vanuit Jeruzalem over de wereld heersen. Hij gaat proberen de Joden te overtuigen dat ik de profeet ben waarop jullie zaten te wachten. Om dat mogelijk te maken, moet Israël eerst bevrijd worden. En dat gebeurde in 1919. Nummer 2, Dajjal moet Banu Israël terugbrengen naar Israël. De Joden moeten terug naar Israël. Dat is ook gebeurd. Tussen 1919 en 1948 gingen de Joden terug. En nummer 3, Dajjal moet de staat van Israël herstellen. En Banu Israël ervan overtuigen dat hij de echte Messias is. En de staat is al hersteld in 1948. Toen we aan het slapen waren. Toen de moslims aan het slapen waren en zij die niet aan het slapen waren,
zaten halwa te eten. En nummer 4, Dajjal moet ervoor zorgen dat Israël de heersende staat wordt over de wereld. Dus de Joden wachten op hun profeet en in elke van hun brandt die vuur van ooit zullen wij over de wereld heersen, wanneer we heersen zal het voor eeuwig zijn. De Joden geloven dat het heilige land zich strekt van de rivier Nijl tot de rivier Eufraat. En dus zullen ze dat gebied ook veroveren en ze doen er alles aan om dat te veroveren en ze hebben daar plannen daarvoor. Daarom is de vlag van Israël een blauwe streep boven dat voor de rivier Eufraat staat en een blauwe streep onder dat voor de rivier Nijl staat. En daartussen is de ster van Zion. Het gebied tussen die twee rivieren is Zion. Een Zionist is dan ook iemand die streeft naar de vrijheid van Zion. De profeet Mohammed, vrede zij met hem, heeft gezegd dat Dajjal 40 dagen op aarde zal leven. Hij zal voor 40 dagen op aarde verblijven. Eén dag als een jaar, één dag als een maand, één dag als een week en de rest van de dagen als onze dagen. Allah zegt dat één dag in de ogen van Allah 1000 jaar voor ons is. Eén dag als een jaar was Engeland, zeggen we. Engeland regeerde over de wereld voor ongeveer 1000 jaar. Tot de Tweede Wereldoorlog. Dat was de eerste dag van Dajjal. De tweede dag, die als een maan zou zijn, begon toen Amerika over de wereld te heersen. Tot vandaag de dag. En binnenkort zal de derde dag van Dajjal, die als een week is, beginnen. Waarschijnlijk deze jaar, omdat de westerse hebben een gewoonte. Wanneer iets spannends gebeurt, beginnen ze op de trommel te blazen. En deze mensen zitten al een tijdje op de trommel te blazen over deze jaar 2012. Ze maken films daarover, ze maken heel veel theorieën daarover. En dus hebben ze grote plannen. En wat is nou de derde dag, die ik zei die als een week is, zal beginnen. En dan zal een ander land over de wereld heersen. En dat zal dus waarschijnlijk Israël zijn. En zijn derde dag zal ongeveer 20 jaar duren. En elke keer wanneer Dajjal een andere stap neemt, een andere dag neemt, zal de wereld in bloed schoongemaakt moeten worden. Toen hij van de eerste dag naar de tweede dag ging, was er een wereldoorlog. Dus wanneer Dajjal van de tweede dag naar de derde dag zal gaan, zal er weer een oorlog zijn. Tijdens zijn derde dag zal Israël over de wereld heersen. Waarschijnlijk zo'n 15, 20 jaar, zoals ik zei. Daarna zal Dajjal in zijn echte vorm komen. En hij zal dan voor 37 dagen op aarde verblijven. Voor diegenen die het nog niet doorhebben, volgens deze theorie is Dajjal dus al vrij. Je zou kunnen zeggen, hoe is het mogelijk dat Dajjal er is, maar we kunnen hem niet zien? Het komt omdat Dajjal in een andere tijd en dimensie leeft. De engelen en de djinns zijn er ook, maar we zien ze niet. Zij leven ook in een andere tijd en dimensie.